Nou, rijden over twee baans, slingeren. Stop voor zet ik aan. Oh, hij knalde me. Heb je stop voor? Ja. Ik laat hem meteen zijn mark eruit zetten. Hè. Hoi, zet je mark er maar even uit. Oké, even uitzetten. Nee, hij zei niet dat je uit moet stappen, vriend. Oh, ja, nou. Nou, wat kan ik voor jullie betekenen, jongens? Kom anders even op de stoep staan. Ik loop even naar de stoep. Maar even hier staan. Nou, wat kan wat wij voor jou kunnen betekenen? Denk je dat wat of wat kun jij voor ons betekenen? Want je was zo aan het toeteren. Ja, als je bruin is straks gezellig toch? Toen was bruiloft. Ik heb mijn toeter aan het voorbereiden. Ja, nou, dat is sowieso wel een onnodig vaccineren, hè? Oh. Ja, ik dacht, het mag wel met zo'n bijzondere gelegenheid. Nee. Ja, maar de gelegenheid is nog niet eens verstand dat je begint te toeteren. Ja, voorbereiding, meneer. Je moet altijd goed voorbereiden. Nou, toeteren is toeteren, daar heb ik geen voorbereiding voor nodig. En het is sowieso onnodig vaccineren, kwam ik er even afzij. Voor mij een rijbewijs. Ja, dan moet ik dan eventjes uit de voeten gaan. Dan mag dat dan voor jullie. Ja, waar ligt die? Ja, in mijn dashboard. Oké. Okay. Pak maar, of je de... Zit ook bij de bewijs. Mag je die ook gelijk pakken? Ja. Oké. Okay. Ik had alleen alvast kentek. Zoek de kentek op via mails. Zo, wie heeft u mijn eigen kenteken bij zijn meneer? Ja, ja, heel goed, dag. Ja, dit is mijn voertuig, meneer. Mooi dingetje. Nou, er staan al een paar keer onnodig klaxoneren op mijn naam. Meneer wil op het voertuig. Ben ik een recordje te halen? Misschien. Maar het is niet de eerste keer dat ik hierop ben aangesproken, dus weet verdomd goed dat het niet mag. Ja, dat klopt. Oké, okay, was de reden dat je het wel doet? Ik ben trouwens niet te antwoorden verplicht, hoor. Nou, dan ben ik niet te antwoorden verplicht, meneer. Schrijven ze dan geen verklaring op bij de bekeuring? Ja, nou, dat kun je goed verstaan, ja. Heel goed. Groot licht. Groot licht? Rood. Ah ja, ah ja, inderdaad. Negeren van het rode licht. Negeren van het rode licht? Ja, bij het politiebureau waar u onze aandacht trok. Hebben jullie daar bewijs van? Ja, we hebben het gezien. Met drie man denk ik. Maar goed, u trok de aandacht door het klaksoneren, slippende bandjes. De slippende bandjes laat ik dan even een waarschuwing. Daarna... Wat ging ik nou zien van u? Ja, kijk eens aan. Daarna negeert hij het rode licht bij het politiebureau linksaf. Daarna kwamen wij achteraan. En hier moet ik u even schuldig blijven of hier ook een groot licht mee pakte. Misschien wellicht dat mijn collega dat heeft gezien. Nee. Nou, in ieder geval die ene keer, dat weten we wel zeker. Nou zou ik eerlijk tegen jullie zijn, hier pakte ik ook een rood. Maar ik heb een beetje haast, jongens. Naar die bruiloft toe. Nou, ik krijg in ieder geval één keer rood licht. Die tweede, omdat je eerlijk bent, laten we die dan ook even voor wat het is. Wat ging ik nou zien van u? Maar dat is wel onnodig klaxoneren. En het rode licht negeren. Ja, dat is toch maar zo, hè? Ja, ik voel ze even in het systeem. Des te eerder ben je wel weg. Heeft u van klaar voor het rode licht? Nou, nogmaals, ik bedoel me daarvoor ook op mijn zwijgerecht. Oké. Okay. Neem aan dat BR. Ja, zeker. Wat ik al zei, ik ben niet de antwoordverplicht. Zelf recht op een raadsman als u dat wilt. No, nee hoor, daar kan ik allemaal een beetje af. Mooi. Moest naar een bruiloft, zei u? Ja, ik heb wel een beetje haast, ja. Oké. Okay. Maar je snapt dat als je dadelijk hier weg gaat rijden, dat je gewoon naar de verkeersregels houdt en dat je niet daarna gewoon weer de rood licht heen gaat. Ik ga mijn best doen. Nee, u gaat het gewoon doen. Het is mijn zus, hè, dus dan moet je op tijd zijn. Dat snap ik, maar nou, dan krijg je niet gelijk naar de slipper. Turkse slipper. Ja, dat gaat pijn doen, jongens. Ja, dat geloof ik. Kijk eens aan. Ik heb in ieder geval een systeem staan, mijn collega heeft als goed als uw rijbewijs. Yes. Ja, dat mag kopen. Ja, dat hoop ik ook. Kijk aan. Ja, wat hij al zei, je moet zich bij deze wel gewoon aan de rij, aan de regels houden. En ook als je straks in die trouwstoet rijdt, of wat u ook gaat doen, of van plan bent. Ook daar, als we het zien, pakken we jullie allemaal. Ja, nogmaals, ik ga mijn best. Zal ik eens vragen waar het is, meneer? Waar de bruiloft is? Ja. Dat is in Amsterdam, jongen.
Helemaal naar ook. Dus ik moet nog wel een stukje. Je moet nog wel een stukje inderdaad. Nou, ben je hem opgewachten? Stap weer je auto in, hou je gewoon een verkeersregels, moet goed komen toch? Ja, ik ga nogmaals, ik ga mijn best doen meneer. Trouwens, nog even snel, voordat ik vergeten, heeft u iets gedronken? Ik heb niks gedronken, ik ben nog helemaal nuchter. Ik vond hem wel even aan het slingeren, dus we gaan het toch nog even snel laten blazen. Oké. Okay. Nou, ik ben straks niet meer nuchter, maar dan slaap ik in een hotel, dan zou ik geen gezeur meer krijgen, toch? Als u dan niet meer rijdt, niet, nee. Nou, als het goed is, rijd ik dan niet meer, nee. Maar even blazen dat ik stop zeg, ja, je bent ermee bekend? Ja, net, dat heb ik helaas vaak genoeg moeten doen. Kijk eens aan. Mag je blazen. Hou maar. Ja. Het even meten. Ja, dat kan altijd een muur, hè? Nee, dat is te veel. De Van aanhouden. Van aanhouden? Ja. Godverdomme meneer. Zij dat er niks gedronken had? Dan ga ik denken, Bruin, of je missen dit keer. Ja, dat vrees ik wel. Mag ik dan wel even afbellen, snel? En we hebben deze aangehouden. Kunt u dadelijk op bureau op een tube 1 bellen? Mag ik gaan bellen, ja. Wil ik me nou aangehouden? Ja. Ja. Meneer. Moet je in de boeien, ik zou me echt gedragen. Nee, dan. Ik ga u twee opties geven. U gaat gewoon meewerken met ons. Stap dadelijk even achterin bij mijn collega's of we gaan even de boeien omdoen. Nou, dan hou ik het op één, want jullie zijn allemaal best wel gespierd en nou, mijn lichaam is niet zo gespierd zoals jullie kunnen zien. Dus ik ga gewoon gezellig met jullie mee. Nou, dat is verstandig van u. Mag u dadelijk in die auto gaan plaatsnemen? Help mijn collega even. Ik mag ik wel maar een kentekenbewijs terug, jongens. Nou, ja, die houden, je kentekenbewijs die krijg je terug, je rijbewijs die houden wij op dit moment even bij ons. Wat er sowieso gaat gebeuren als het dadelijk meegaat naar het bureau, gaat worden voorgeleid door de HVJ. Ik denk dat al uw spullen sowieso in beslag worden genomen totdat u weer vrijgelaten wordt. En dat proces dat vervolgt zich op het bureau, dat gaat u dadelijk allemaal zelf zien. Ja, dan zien we het wel. Het, is, het leven is één grote verrassing, zeg ik maar altijd. Zeker. Wat doen we met de auto? Ik rij wel naar ja, ik parkeer hem anders wel hier aan de overkant. Aanzetten, jongen. Nee, meneer Brandman gaat u niet meer rijden. Ik ben echt niet want, dus ik ben geen zware crimineel, alleen iets te veel gebroken. Daarom, en iets te veel kan een heel groot gevaar zijn voor de andere verkeerde. Nou, dan gaan we maar denk ik naar bureau toe, hè? Yes, mijn collega gaat nog even uw rechten voorlezen. Dan mag u, zoals mijn collega net zegt, daar achterin voor het echt tappen. Nou, okay. We gaan hem ook even fouilleren. Yes. Loop maar even mee. Zet jij de auto even weg? Ja, ik mag even met mij meelopen. Ja. Maar even hier staan. Dus even uw handen op het dak legt. Kijk, heeft u een scherpfielen gehaald voor nee, voorbij? Ik heb niks bij me. Nee, dan bij deze andere auto aan het is van nu. Oh, maar de collega's er vandoor zonder auto's. Dus. Nou, de auto staat nog in de auto. Ja. Ga even fouilleren. U treft niks aan, meneer. Nee, oké. Okay. Mooi. Mag je handen weer beneden doen? Dan mag je even met mijn collega meelopen. Mag je hier even achterin stappen zo? Plaats nemen. Ja. Even hier achterin gaan zitten. Yo, rij maar. Ja, ik zal er onderweg. We gaan even naar het politiebureau hier om de hoek waar hij net langs reed. Oh. Ik ga onderweg al even wijzen op uw rechten. U bent niet te ambt verplicht, u heeft recht op een advocaat. Daar kunt u gebruik van maken als u dat wilt. Heeft u zelf een advocaat, dan kunt u die op uw bureau dadelijk ook bellen. Kunt u er geen veroorloving krijgt u eentje van het Openbaar Ministerie toegewezen. Ja, dat is helemaal duidelijk, jongen. Begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Ja, ik heb alleen wel een vraagje. Ja. Ik zie dat, ik zag net dat u en uw collega zo'n mooi dingetje om hadden. Een GoPro, denk ik. Ja. Ja. Wat gaat daarmee, wat gebeurt daarmee? Nou, die beelden die zijn sowieso actief, meen ik. Ik geloof dat ze aanstonden. Ja, dat hoop ik voor u. Die beelden zijn voor onze eigen veiligheid, kunnen worden gebruikt. Mochten we ze gebruiken, ben je uiteraard onherkenbaar gemaakt qua uiterlijk en stem. Dan ben ik het ermee eens, meneer. Gelukkig maar. Kijk even mijn collega achter mij aan, waar we inmiddels de achter, mensen troppen. Achter mag nog steeds. Achterrijden, ja. Je bent overgeplaatst van een basisteam of zo, meneer? Ja, precies. Ah joh, altijd even wennen. Ja, toch? In het mooie Rotterdam. Ja, dat klopt wel. En ik ben ook een echte Rotterdammer. Natuurlijk.
En uw zus is dan getrouwd met een Turk of hoe zit dat dan? Nou, mijn zus is getrouwd met een Turk, ja. Ja, dan krijg je Turkse bruiloften. Ja, dat is altijd wel gezellig, maar goed, dit keer moet ik me even overslaan denk ik. Dit wordt overslaan denk ik. Hoe laat begon die? Ja, vannacht. Heel avond, dus Nou, ik kan vannacht niet meer daar staan. Nou, het is ook een beetje afhankelijk van hoeveel u blaast hier, maar voordat ik iets verkeerd zeg, zeg maar even niks. Nee, gewoon beroep op uw zwijgerecht. Maar ik krijg geloof ik ook een 24 uur rijverbod hoor. Nou, dan kom ik er niet meer. Ik ga niet die taxi betalen, dat is me veel te duur, jongen. Ja, dat klopt ook. Kijk, wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn auto? Die staat hier op het politiebureau al. Ja, oké. Sleutels heeft mijn collega hier waarschijnlijk mag bij zich. Mag meelopen met ons? Even naar binnen. Ja, ik loop wel mee. Als je met mijn lichaam een klap zou geven, nou, dan liggen jullie er zo bovenop, denk ik. Nou, niet proberen dan, zou ik zeggen. Dan wil je de trap af. Ik zou me gedragen. Ik ben niet de snelste. Mag ik je wapen in het kluisje doen? Ja, mag ik meelopen? Gaan we eerst even aanmelden? Gaan we even een fotootje maken en dingen achter elkaar afnemen? Mag ik lachen op die foto? Kijk, als jij even vast gaat opzetten, ga ik verliëren. Meneer, wacht even. Ja, dat heb ik net al gedaan. Maar neem even mee naar de intakeruimte. Volledig verliëerd? Nee, even naar de intakeruimte. Dan gaan we daar even heen. Oké, mag ik weer achter mijn collega? Oh, oké. We gaan wel weer het bureau langs zo, hè? Zeker. Ah joh, altijd gezellig. Waar moet ik heen nou? Mag u linksaf? Oh, daar is u weer. Ik heb het zelf hier ook nog. We gaan niet naar de lijkeruimte of zo, hè? Nee. Als de politie... Oh, dat is verkeerde afslag genomen. Ja, het is allemaal nieuw hier. Ik wil net zeggen, ze willen maar weten, maar we weten zelf ook niet. Maar ja, wel. Nou ja, voor de kijkers... Dit is misschien wel een ik moet even kijken, jullie hebben laatst een video gezien waarin ik en Surveillance draaide, samen met Jesly hier. Die video waren we al gestopt en toen kwamen we deze beste meneer nog tegen. Nu ben ik hier weer gestart en nu denk ik eigenlijk dat ik gewoon deze video gaan we weer verkeerd. Dat ik deze video gewoon apart ga uploaden. Daar hebben we wel mee. Ja, kijk, ik snap het daar laatst. Ja, dus ik ben zoals jullie weten normaal natuurlijk ambulance in de RPR. Dus dit hele politiebureau, ja dit kennen we wel, als je hier naar boven gaat dan kom je weer aan standaard. Maar dit is allemaal zo nieuw. Hier bij de lijn. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja, we zijn er. Mag u hier gaan staan? Mag u naar mij toekijken? En TK, oh wat is dat? Wat is dat beeldscherm daar? Ik wou net zeggen. Wat staat? Mag ik even kijken? Nee, blijf maar even staan. Blijf maar even staan. Ik pak je wel even de camera erbij. Ja. Mag ik even naar rechts draaien? Jesly, kan je even de microfoon pakken alsjeblieft? Ja, mag ik even naar links draaien? Ja. Ja hoor. Oké, prima. Ja, wacht even, ik leg hem even terug. Sta ik een beetje goed op? Ja, echt fotomodel. Mag ik even hier naartoe komen? Nou, ja, een vingerafdruk in het systeem zetten. Als je hier op het... Wat staat er op dit beeldscherm open dan? Ja, dat ik weet niet wat de collega's hier allemaal doen. De collega's dat is een onderzoek van de recherche, meneer. Nou, mooi onderzoek. Ja, mag u even uw hand mag u hier opleggen? Donut. Ja, top. Oké, dan mag u zo even met mijn collega meelopen. Dan gaat u nog even grondig fouilleren. We gaan een handtekening hier zetten. Nou, nah, hier zeg een mooi krabbetje. Je kan de volgende keer ook gewoon vragen hoor, als je mijn handtekening wil. Goed. Jesly, jij ging hem even helemaal grondig fouilleren. Zeg eens, meneer mag meelopen. Daar hou ik die van. Ik kom niet bij de gevoelige delen, hè? Nou, het moet we gaan het niet te intens maken. Maar gelukkig. Maar laat ik altijd liever dan vrouw doen, maar goed. Nou, dat mag dan weer niet, meneer. Maar wilt de vrouw ook bij u, dat is de vraag. Dat is deze. Ah, sommige, hè, meneer. Wat wil je dan? Ah, kijk dan. Ja, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Nee, precies. Dan wordt die iets te gezellig. Dan kom ik de volgende keer fluiten terug. Dat gaan we niet doen, hè? Oké, ik ben wel gezellig.
Moet ik u wel toegeven. Zoals mijn collega zegt, ik ga u even fouilleren. Als u uw klauw even tegen de muur aan wilt doen, dan ga ik u even. Zijn handen hoor, ik ben nog steeds geen beest. In Rotterdam zeggen we klauwen, toch? Ja, nee, dat klopt. Nou dan. Woont u in Rotterdam, meneer? Natuurlijk. Tuurlijk, ja, dan moet u dat weten, toch? Ja, tuurlijk. Even kijken, heb je een riem om? Ik heb een riem om, een hele mooie. Ik zie het. Is die van de Primark? Van de Primark, oké. Okay, maar die mag wel af, meneer. Heeft u nog iets van de sieraden om? Nee, ik ben nog steeds niet vertrouwd. In de voorkamer. Geen is geen kettingen, geen armbandjes. Helaas niet, oh, dat is ook bij de voorkamer. Ja, dat klopt, moet de schoenen uit. Dat zijn cellen. Ja, ik mag zo hier, de HVA kom al. Waar moet je de ademanalyse doen? Dan moet je schoenen hebben. Ja, dan weet je wel, we hebben sowieso even wat slippers. Ik ben echt niet van plan met iets met mezelf te gaan doen hoor. Nee, maar hey, dat is altijd zo. Ja, nee, snap ik ook wel. Dat is niet even. Maak hem alvast gereed. Oké. Even kijken. Kat. Ja. Wil jij even slippertjes halen voor meneer? Ja, als ik doe. Nee, oh, mag dadelijk ruimte 1 nadelen. Als je een lekker zakje pakt voor slippers. Ja, ja, voor jullie. We moeten natuurlijk de persoon ook... We krijgen een klein ademanalyse op straat. Daar staat een P van passeren, mening, een F van failure en een A van aanhouden. Ik weet ze nooit uit mijn hoofd in ieder geval. En nu gaan we hier met een groot apparaat die hier fictief staat bepalen hoeveel UGL die nou blaast. En op basis daarvan wordt de straf bepaald. Dus dat moet sowieso nog worden gedaan. Werkt je daar niet aan mee, dan wordt er bloed afgenomen. Voldoet u aan alle eisen niet, dan wordt sowieso de hoogste straf opgelegd en dat is een invorder van het rijbewijs en ongeldig verklaar van het rijbewijs. Oké, dan ga ik meneer nog heel even in de vraag. Oh, excuus. Dan ga ik je nu even fouilleren, ja? Ja, nee, dat mag hoor. Oh, dat is een probleem fouilleren. In de sokken. Nee, je treft niks aan. Helemaal niks? Ja, twee. Lekker. Oké, meneer, mag u naar kamer 1 lopen? Nee, dat is waar mijn collega nu heen loopt. Gaan we nog even een ademanalyse afnemen bij... En niet met bloed toch en zo, want dat staat in het filmpje. Nee. Dat je mag even daar een stoel plaatsnemen. Meneer, wat nu gaat gebeuren. We hebben zojuist op straat met een apparaatje even gemeten. Daar komt eigenlijk maar alleen een letter uit en dat was in dit geval de A van aanhouden. Daarom zitten we hier ook. We hebben hier een groot apparaat zoals u ziet met een slang eraan. Daar mag u lang op gaan uitblazen totdat ik het aangeef. En die gaat uiteindelijk een getal, een UGL hoe we dat noemen, geven aan ons. En op basis daarvan zal uw straf worden bepaald. En wat is een UGL als vraag mag? Ja, als sla je me dood, vriend. Ja, ik zou het ook niet weten namelijk. Nou ja, ik ook niet. Maar ik weet in ieder geval wanneer het hoog is. Ja. Dus ik ga je de slang geven. Ik zet het apparaat aan. Oké. Mag gewoon uitblazen. 0501 RT 0501,7 CP. Zeg maar af. Ja, ik moest van u doorgeven dat er een man op het HB dozen aan het uitpakken zou zijn. Wat is hij aan het doen af? Er zou een man op HB dozen aan het uitpakken zijn. Meer informatie heb ik u doorgegeven. Gaat deze voorgeleiding nog lang duren? Ja, toevallig op een brood. Nou, we zijn nog niet bezig. Dank u wel. Gewoon even, ik neem het over. Kijk je anders even mee? Of neem jij het over? Kijk even boven. Ja, ik neem het wel. Meneer, mijn collega neemt het erover over. Oké, was gezellig. Ja, mag je verder blazen? Nee, zou dat is alleen maar voor... Daarbij wil ik graag even je legitimatie inzien. Oh, ja, collega zelf. Nou, mag je even... Oh, is dat de kinderreisjes, man? Oh, dat is hem weer. Kijk eens aan. Goedendag, meneer. Hallo. Ik heb ze gekoppeld. Ja, ik ben van de kinderreisjes. Ja, ik mocht het niet verkopen. Dat ik door mij hier brengen, hè. Dat is heel lief van u, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Kijk, ik heb daar al heel veel boten neergezet. Ja, dat moet je wel even oprapen, want u mag het hier niet loslaten. Dat is niet zo handig, dat gaat smelten en zo. Ik vind het heel lief van u, maar wij hebben er ook vrij weinig aan. Ja, ik kon niet, de buiten staat moet er vanaf. Ja, maar dat is heel cru gezegd niet ons probleem. Nou, nu mijn probleem. Meneer, pak ze snel op, want ze beginnen Want ze beginnen al te lekken. Ja, maar nu is het doodslag geworden, kan ik niet meer oppakken. Dan pak ik een vuilniszak voor u. Nou, kun je ze meteen weggooien, opgelost. Oh, wat een man. Nee, ik ga ze even niks weggooien. Jullie hebben, dit nee, gaat natuurlijk een andere video zijn, maar jullie hebben een paar dagen terug waarschijnlijk, of misschien wel iets langer terug,
Dus deze meneer gezien bij de laatste melding van de dienst samen met Jesse hier. Als jij één kant van de doos pakt, dan schuif het zo ervan. Als je geen DFVD's heb je de video dus niet gezien en moet je zeker even kijken. Dan krijg je handen wassen. Dan krijg je die luxe nog, ja? Ik heb ook wel even handschoentjes voor je hoor. Graag. Ja zo, kijk eens. Blauwe. Nou, maar nog één setje. Ook voor u meneer? Nee, ik moet goed, hoor, nee? Oké. Nou, fijne dag hè. Ja, nee, neem even alles mee. Kom maar even. Ja, je kunt wel ophouden voorbij. Waar staat de bus trouwens? Nee, dat staat. Ik betaal toch centjes voor jullie. Ja, dat betekent niet dat je gelijk alles hier kan neerpleuren. Oh, nou, dat dacht ik. Nee, dat is niet zo. Ik kan hier alleen maar op lachen. Nee, 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 nee. Ik doe je nog een plezier om je te helpen, hè, vriend. Ben niet jouw vriend, hè. Meneer Rotterdamse zeggen we dat. Help me even met die doos, dan kennen we het. Is dat dat busje van hem? Door. Daar. Ja. Hetzelfde busje, oké. Okay. Op, erin gooi die hap. Ja, als je nu een vuilniszak doet. Oh. Oh, daar gaat alles. Ach. Ja, tijd om echt nat te worden, hè. Ja, maar je hoeft dat niet ook op te tillen. Je moet het erin schuiven, jongen. Ja, dan moet jij zak aan de onderkant er tegenaan houden. Je houdt hem toch open? Ja, ik hou hem open dat je erin kan houden. Ja nee, maar we moeten optillen. Nu liggen alles op grond. Ik pak wel even het wel. Nou, begin maar op te rapen meneer. Ik hou de zak al open. Zit als goed is nog in een verpakking. Dus ze lekken weliswaar, maar het meeste zit nog erin. Gooi er maar in. Ja, dat kan wel wat meer denk ik toch. Zeg meneer, ik ben heel vriendelijk tegen u geweest, maar we moeten nu toch even door. Ja, hier heb ik geen zin in. Ja, maar één ijsje per keer, dat is echt niet nodig. Echt wel. Wat zegt u? Meneer, kom op. Probeer eens wat meer te pakken. Zo, dan hebben we hier het wel. Kom op meneer, dit is gewoon een beetje uitdagen, hier hebben we geen zin in. Nee, best wel bezig. Ja, ja, ik kan ook niet vliegen, meneer. Ja, nee, ik kan niet vliegen, maar ik kan wel even... En met twee ijsjes parkeren, dat kan toch best wel wat sneller, hè? Ik verkoop ijsjes, hè? Ik ben niet schoonmaak Turk. Nee, maar dan, als u ijsjes verkoopt, kunnen we ook wel meer ijsjes optillen dan twee. Nee, ik krijg een melding, ik ga hem doen. Meneer, kom op, even hand voor ijsjes erin houden. Maar doe dan lekker zelf. Nee, ik doe het. Nee, dit is uw probleem, meneer. Oh nee, dat staat lekker aan jullie, jullie de dingen. Nee, maar jij hebt die neergegooid. Hey, en als, ja, het, en als het mijn probleem is, is die witte Vito voor jou? Nee, die is ernaast. Oh, maar die staat... Nou, dan weet je, als je het ons probleem gaat maken, dan maak ik het ook mijn probleem. Maar dan ga je ook op zes verbaal krijgen voor een plek waar je niet mag parkeren. Dus up, alles erin? Ja, een beetje wel, ja. Ja, het was geen vraag. Gewoon alles erin doen. Ja, alles zit er toch in nu. Ja, oké, alles zit erin. Mooi. Als je alles naar ons gaat schuiven, dan heb je zo'n procesverbaal. Heb je alles? Ja, het zit erin. Nou, weet je wat, die plas, die ruimen wij wel op. Ik vraag nou, ik u heel vriendelijk van u. Ja. Oké. Vraag om te vertrekken. Hier is de zak. Heb je ID ook al? Ja, die is bekend bij ons. Fijne avond meneer. Doe jij even weg met je zak nog. Ja, ik gooi hem wel weg. Echt waar, ongelooflijk. Nou, drop je erop en... Ja, maar kijk even of niet al die dozen nu nog hier buiten dropt. Top. Nou, ik geloof dat over de P alles ook al beneden had gedaan, hè? Ja. Dan gaan we koffie drinken. Dan is koffie drinken, ik denk, voor het bijna einde dienst. Ja, ik had al net tegen de kijkers gezegd, deze video met die rijden zonder of rijden onder invloed en zo. En deze clown komt gewoon als extra video. Want dat is weer een reden dat als ze deze clown meneer nog niet kennen, dat ze de vorige video even moeten kijken. Hè? Yeah. Win-win. Ching ching.
Toch, meneer Recherche? Zeker, zeker. Vet goed plan. Mensen, ik ga jullie ook voor deze video bedanken voor het kijken. En shout-out naar Jesly. Shout-out naar Timmertje 5 die hier net te zien was. En shout-out naar Finn. Groetjes thuis, joejoe.